Onder een onbarmhartig slecht weder werd door 140 dappere kerels Vlaanderens geliefkoosde koers betwist. Dit heeft voor gevolg gehad dat halfwege de helft der deelnemers reeds had opgegeven. Zo stond het in de krant van maandag 15 april 1935. Zijn medevluchters zijn Romain Maas, Daneels, Leemans, Roels en De Pauw. Die zes waren in Eeklo na amper 18 kilometer in de aanval gegaan. Met zijn zege in het kampioenschap van België twee jaar eerder was dit de belangrijkste overwinning in de carrière van Louis Durlo. Via overwinningen van Hardy Kest, Doge en de Kaluwe naderen we de periode van de Tweede Wereldoorlog. De populariteit van de Ronde van Vlaanderen gaat nog steeds in stijgende lijn.